Maandagmorgen 10 uur, de Lammermarkt in Leiden. Welkom in Leiden, aan de start van jouw studententijd. Maak kennis met de stad, je studie en het studentenleven. Andere jaren is het hier dringen aan het begin van El Cid, de introductieweek voor nieuwe studenten. Maar vandaag houdt iedereen keurig afstand. Vanwege corona worden strenge voorschriften in acht genomen. Kleine groepen, speciale looproutes, desinfectiepalen. En dan natuurlijk die anderhalve meter afstand en geen alcohol. Maar de week gaat door. Het is heel belangrijk voor die studenten om toch een beetje sociaal contact te hebben. Bovendien gaan ze studeren in een nieuwe stad, Leiden. En het is heel belangrijk om kennis te maken met die stad. Het is een beetje strenger. Ja, klopt. Ja, ja. Nou, sowieso drink ik niet echt alcohol en de anderhalve meter is best wel goed hand te haven. Dus het gaat wel prima, denk ik. En we maken er toch nog een leuke dag van. Ja, dat is op zich wel jammer, maar ja, het is even niet anders natuurlijk. De laatste tijd hoor je steeds vaker berichten dat jongeren laks zijn en zich niet meer aan de regels houden. De organisatie van El Cid wil laten zien dat het ook anders kan. Als wij het nu al verpesten voor de komende dagen, dat is gewoon zonde. Dus ook een beetje verantwoordelijkheid ja, dan eigenlijk. Klopt. En zo voel je dat ook echt wel. Ja, zeker. Ja. Want we willen gewoon dat de stad ook niet de slechte naam krijgt onder al die studenten. We willen gewoon laten zien dat we ook ons aan de regels houden. Lekker danswerk. Heerlijk, hè? Ja, leuk naar je vakantie. Zondag geoefend te hebben en dan mag je meteen inspringen. Maar het gaat nu toch goed, hè? Het gaat nu heel goed. Het gaat al jaren goed in Leiden en dat blijven we zeker zo houden. En er zullen heus wel eens een keer kleine dingetjes zijn. Maar dan zijn we er met elkaar, hebben korte lijntjes om dat meteen aan te pakken. Dat is dit jaar wel een beetje anders dan anders, hè? Geen alcohol, afstand houden tot elkaar. Ja, nou, ik ben 17, dus sowieso had ik al geen alcohol en zo kunnen doen. Dus voor mij verandert dat niet. Nee, maar afstand houden een beetje lastig, denk je dat? Ja, daar ben je al een beetje aan gewend. Okay. Dat valt wel mee. Is het dan toch nog wel zo leuk? Ik vind het nog wel gezellig, ja. Maar het is wel jammer dat het niet zoals normaal gaat. Er is ook iemand op! Ik ga je met je elleboog, want anders kan dat niet.